De Smikkelsnoeptuin, dat is de naam van het nieuwe voedselbosje bij KBS Laurentius, die maandagochtend werd geopend. Het voedselbosje is bedoeld als middel om de leerlingen meer te laten leren over waar voedsel vandaan komt. Nou, wat we proberen te doen is gewoon de natuur echt bij de school te brengen. Laagdrempelig, dus daarvoor kiezen we om groen op het schoolplein aan te planten. Nou, zo'n voedselbosje is natuurlijk een ideale plek om eigenlijk te leren over de natuur. Maar tevens ook te leren over voedsel. Dus we pakken hier echt gewoon de natuureducatie en de voedseleducatie pakken we hier samen. En de kinderen kunnen hier op het schoolplein van hun eigen vruchtjes gaan plukken. Dus heel mooi om dat op die manier op een schoolplein aan te planten. Want dat is uiteindelijk de bedoeling van een voedselbos. Je kunt wel uit een boekje vertellen waar groente en fruit vandaan komen. Als je het zelf kunt plukken, dan is dat natuurlijk een stuk leuker. Dat vinden we als gemeente een prachtig initiatief. Heel mooi dat de school samen met IVN zo'n bosje aanlegt. Dat is een mes dat aan twee kanten snijdt. Kinderen leren heel veel over wat er nodig is aan het opvangen van water, extra schaduw. En ze worden ook meegenomen in hoe gezond voedsel groeit en waarom dat belangrijk voor ze is. Maar de school gaat nog iets verder dan alleen de vraag waar voedsel vandaan komt. Nu zijn er ook twee kleutergroepen, hebben het thema het voedselbos. En zijn hier dus ook heel erg mee aan de slag. Hè? Ze zijn ook gestart, misschien zie je die dingen wel naast het voedselbos staan. Dat zijn compostbakken. Dus we proberen ook op deze manier nog groter te maken, een nog groter project van te maken. Om ook die kinderen echt te laten doen. En niet alleen maar vanaf plaatjes of van mooie filmpjes, hè? Dus uit boekjes. Maar vooral ook de verbinding te zoeken naar wat kunnen we er nog meer mee en kunnen we de kinderen zoveel mogelijk laten handelen.